Goedemorgen allemaal. Voor de verandering zet ik mijn vlog weer eens in de auto. Het is vandaag zondag en het is 6 uur 's ochtends. En in Naomi de vlog heeft ze al verteld dat Naomi en ik iets heel leuks gaan doen. Ik ga haar nu ophalen en daarna rijden we door naar Denemarken. Het weer is echt super fantastisch. Even hallo tegen mijn vlog. We zijn inmiddels weer een dag verder, maar vandaag zijn we een beetje aan het rondkijken. En mooie koeien kijken met Naomi op de achtergrond. Maar ik laat jullie nog meer zien de komende tijd. Naomi en ik blijven 3 weken in Denemarken en nu gaan we ook 3 weken vooral werken op melkveebedrijven. Het bedrijf waar we nu op wonen, daar melken ze ongeveer 50, 60 koeien en die staan allemaal nog op de grupstal. Dus dat is best wel een beetje ouderwets. En verder zijn we nog, gaan we werken bij een bedrijf die heeft in totaal 2500 koeien. Dat is de grootste koeienboer van Denemarken. Daar gaan we ook nog werken. En als laatste hebben we nog een Nederlandse boer in Denemarken en die is bioloog. Dus die heeft biologische koeien. Dus dat gaan we ook nog laten zien. Is allemaal totaal verschillend, maar dat is juist al leuk. En natuurlijk genieten we de tussentijd ontzettend van het uitzicht. Want kom op. Wij dachten eens even heel leuk vanaf de boerderij naar een meertje te lopen achter ons. Maar het heeft net geregend, dus het is een beetje nat. Vandaag zijn we koeien aan het melken bij dat hele grote melkveebedrijf. Ze melken daar in verschillende stallen. Wij melken dan 1 stal mee, dus van 12 tot 5. Nou hadden we een beetje honger gekregen. Dus ik pak nu even de auto om naar de stal te rijden, want dat is best nog een end. En dan gaan we daar eventjes eten. Deze boerderij is eigenlijk meer een soort dorp of zo. Het zijn echt verschillende stallen en ook verschillende melkstallen en zo. Het is echt enorm. Dit is de stal waar wij ook in werken. Hier staan er volgens mij 850 in deze stal. En hier achter heb je een stuk gat, zeg maar, en heb je weer een nieuwe stal. En daar komen er ook weer 850 in. De melk wordt opgehaald door Arla, dus hier is de vrachtwagen. Die haalt alles uit deze tank in één keer op. Bij deze stal komen ze iedere dag. En in Denemarken krijg je toeslag als je nog een buffertank hebt. Dus die staat binnen. Daar hebben we net al een deel in gemolken. Dus dat wordt nu vanaf hier, wordt het overgepompt. Zodat wij straks weer vanuit de melkstal zo in de grote tank kunnen pompen. Dus, en dit gebeurt ook iedere dag. Hier heb je de maïskuil. Flinke kuil. Zoals je ziet gaat hij helemaal door tot aan het eind daar. En normaal is hij heel hard bijgevuld. Dan gaat hij helemaal tot aan die wagen daar. Komt dan de hele kuil. Echt niet normaal. Ik zal vandaag het bedrijf waar we wonen ook even laten zien. Dit is maar een klein bedrijfje. Ze hebben 60 koeien. En dit is best wel nog een beetje ouderwets. Deze koeien staan namelijk nog op de grupstal en ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Hier heb je dus de voergang, zeg maar. Dat is heel klein. En alle koeien staan hier dus vast. Met een rooster achter zich waar de mest doorheen kan. En hier is een waterbak en voer. En hier liggen ze rustig. Dit bedrijf heeft ook geen melkstal. Je doet ze op een iets andere manier. Ik kan het even laten zien. Zo met de machine hier achter mij. Dus een karretje en die hangen 8 melkstellen aan. En die rijdt hij dan achter de koeien langs. En dan zo melkt hij er dan steeds. En dan gaan ze melken hier in de tank. Ja, iets anders dan op andere bedrijven. Maar het is ook wel weer leuk om zo te zien. Hier achter mij staat trouwens ook nog een
klein koetje. Die moet nog kalven, maar het duurt allemaal heel erg lang. En zoals je kan zien is ze ook echt heel erg dik. In Denemarken heb je dus de regel dat kalfjes minstens 24 uur bij de moeder moet blijven. Want dat zou beter zijn voor de welzijn van het kalf en van de moeder. Nou, daar krijg je dus dit van. We blijven in totaal 3 weken in Denemarken. En we werken echt op zulke totaal verschillende bedrijven. Dus waar we wonen is best wel klein en oud. En we zijn natuurlijk ook geweest op een super groot bedrijf met ontzettend veel koeien. En allemaal best wel nieuw. En dan weer op een heel biologisch bedrijf. Waarbij de koeien weer naar buiten gaan. En wat ook weer totaal anders is. Dus het is echt niet te vergelijken met elkaar. Je kan niet zeggen van dit is goed en dit niet ofzo. Het is allemaal zo anders. Ja, dat maakt het echt super interessant. Ik hoop dat jullie genoten hebben van alweer mijn 6e vlog. En over 2 weken zijn Naomi en ik weer terug in Naomi de vlog. Dus tot dan!